Welkom terug bij Café Tinto, aflevering 436. Ik ga zo in gesprek met Shirley en Norman over verzoening in Rwanda tussen Hutus en Tutsis. Daar is heel wat gebeurd al in de afgelopen decennia, eeuwen eigenlijk al, hè? Hoe lang dat al speelt. En het belang van verzoening. Verder hebben we straks een rap moment met J-Way. Jij rapt, zit op de Rap Academie, de Herman Brood Academie. Ja. En daar hebben ze een rapopleiding, vertelde je net. True. Dat is stoer. Dat gaat je beroep worden. Ja, dat is de bedoeling uiteindelijk, ja. Ja. En kun je daarvan leven? Ik geloof dat het mogelijk is, ja. Je gelooft dat het mogelijk is. Het hangt van de persoon af. Ja. En ik denk dat hard werken sowieso een factor is. Ja. Ja. Ja, je komt er niet vanzelf, hè? Nee. Nee. Nou, straks praten we erover en horen we jouw rap. We gaan eerst eens eventjes naar de foto kijken die onherkenbaar is beschadigd. Maar de foto herstelt zich. En ik ben heel benieuwd of jullie kunnen ontdekken wat het is. Dus, het is een huis. Het is een huis. Huis, ja. Maar wat voor een huis? Een kasteel. Een villa? Een kasteel? Van de koningin? Yeah. Nou ja, koningin. Van de prinses. Koning. King. Nee. Of, is het haar huis nu? Dit is... Het huis nu. Van de koningin. Het thuis van onze koningin. Ja. Oké, okay, bussen. Oh, mooi. Wow. Dit is kasteeltje Drakenstein. Oh, Drakenstein. Onze koningin heeft besloten dat het is mooi geweest. Ik ga gewoon weer lekker daar wonen. Afgelopen dinsdag heeft ze zich laten inschrijven in Baren. Want daar valt dit kasteel onder. En dat is haar thuis nu. Ja. Het ziet er zo op de foto best knus uit. Ja. Ja. Heeft ze een fietsstelling of zo? Meidt ze nog steeds op een fiets? Of weet je dat niet? Ik heb geen idee of ze de boodschappen doet bij de plaatselijke super. Maar, okay. Albert Heijn. Het is wel grappig. Ik keek op internet. Er is gewoon een hek. Het is gewoon een echte ouderwetse groene brievenbus. En er staat op Kasteel Drakenstein. Je kunt dus als je wil er langs fietsen en een leuk kaartje in de brievenbus doen. Wow. Dus misschien een tip. Ja. Dus onze oude koningin, prinses Beatrix, woont nu op kasteel Drakenstein. De wereld van Twitter. Er wordt van alles de wereld ingeslingerd en we pakken er een paar berichten uit. Zijn jullie twitteraars? Yep. Yep. Social media. en twitter jij veel? Niet veel. Waarschijnlijk 3 tot 10 tweets per dag. Nou, dat is echt iets meer dan wij met elkaar doen, geloof ik. Want ik geloof dat wij alle drie, vier weinig actief zijn op dat gebied. Bert Notenboom, die zette het volgende. Hij schrijft, je bent een zwaardere zondaar dan je ooit had durven denken. En je bent nog veel geliefder dan je ooit had kunnen dromen. Hm. Het is een citaat van J. Miller. Weet iemand waar die J voor staat? Nee. Nee. Mee eens? Heeft Bert Notenboom hier een goede... Geneerd. Ja? Heel mooi, hè? Heel mooie quote. Een hele mooie quote. Ja. Volgende. Ik ben christen. Dat is ook iemand die onder die naam de berichten de wereld instuurt. Ieder van ons is het resultaat van een gedachte van God. Ieder van ons is gewild. Ieder van ons is geliefd. Ieder van ons is nodig. Mee eens? Ja, mooi citaat. Ja. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken nog, oké, gedachten van God, kan ik? Wat mee? Is gewild ook nog wel, is geliefd, is nodig. Je kunt je toch overbodig voelen als je werkloos bent? Nou, werkloos is, ja, het is heel, heel moeilijk. Trust me, maar het is niet alles. Je bent uniek, zonder jou was de wereld niet hoe het nu is. Ja, maar dan ben je ook nodig. Yes, absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Ja, je kunt ook van zin zijn zonder dat je van betekenis zijn zonder dat je een baan hebt. Ja. Tuurlijk. Ja. Okay. Willem de Vink, hij stuurde de volgende tweet. Eeuwig leven komt met het besef dat jij eeuwig gewild, geliefd en bevoorrecht bent. En dat je daarom helemaal en altijd mag zijn.
iets toe te voegen? Daar wil ik nog wel op mediteren. Is best wel een doordenkertje, volgens mij. Ja, is best wel, Wat raakt jou hier aan? Kun je hem nog een keer aan? Zal ik het nog eens? Eeuwig leven komt met het besef dat je eeuwig gewild, geliefd en bevoorrecht bent. En dat je daarom helemaal en altijd mag zijn. Oké. Ja? Wat? Bevoorrecht? Bevoorrecht. Privileged. Ja. Dan ben je een mazzelaar. Ja. Ik denk dat ik ook maar ga twitteren. Nu denk je van, die mensen volgen. Ja, als er meer van dit soort zinnige dingen de wereld ingaan, dan is dat leuk. Ja, het is niet altijd even zinnig, toch? Zijn jouw tweets altijd van goede inhoud? Van goede inhoud? Ik tweet soms wat ik denk en soms heb ik heel veel fantasie. En hoe ben jij te volgen? JW020, dat is JAYWAY020. 020. Moet Amsterdam goed vertegenwoordigen. Ah, kijk. Als je nou in Rotterdam woont, dan moest er 010 staan, maar dat is een 020. Exactly. Dan weet je meteen waar je bij je bed slaapt. Yep. Ja. Als u wat de wereld in wil gooien, over dit programma bijvoorbeeld, hashtag Café Tinto. En wilt u ons volgen, dan is dat apenstaartje FAM7. In 1994 gebeurde er in Rwanda iets wat velen niet hadden kunnen denken. Alhoewel het scheen dat er in de wereld rondom Rwanda er wel signalen waren dat er wat speelde. En dat er mogelijk iets zou kunnen gaan gebeuren. Maar werd dat genegeerd, willens en wetens. Wat gebeurde er in 1994? De Hutus en de Tutsis, ze raakten slaags met elkaar. Een kleine aantal groep of een extremistische groep startte gevechten en vervolgens werd er met kapmessen op elkaar ingehakt. En in 3 maanden tijd vielen er heel veel doden. En getallen worden naar schatting 500.000 tot 1 miljoen. En niemand weet het exact. En je kunt je voorstellen dat er een enorme wond is geslagen in zo'n samenleving. Hoe kun je weer verder? Hutus en Tutsis, 90% geloof ik is Hutu en 10% Tutsi. Die 10% had het ergens eind vorige eeuw redelijk voor het zeggen. En de Hutus wilden waarschijnlijk een wraak of... En dan gebeurt er van alles en nog wat. Ja. De vlam is in de pan. Ze wilden de macht grijpen en ze wilden de Tutsis uitroeien. Ja. En het was dus echt een genocide, niet alleen maar een conflict. Ja. Dus dat is wat er is gebeurd. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel Hutus gedood, gematigde Hutus. Ja, want de gematigde Hutus, als je niet radicaal genoeg was, dan was je blijkbaar niet te vertrouwen. En mogelijk wel voor de Tutsis. Ja. Ja. Het waren gewoon buren en mensen die elkaar kenden. Ja. Misschien nog de week ervoor samen gezellig hadden gegeten. Nou ja, het was niet zo opeens gebeurd. Want sinds de jaren 50 was er al een indoctrinatie dat Tutsis dus niet goed waren. En net zoals hier bij de Joodse mensen. Na heel veel jaren begonnen mensen dat te geloven. En toen hebben ze dus het zo georganiseerd dat er bepaalde groepen waren die dat gingen uitvoeren. Ja, zo ik begreep dat er in die tijd, in de jaren 50, 60, 70, dat er soms ook liedjes werden gemaakt waarin toch lelijke dingen werden gezegd en gesuggereerd over de Tutsis. En die waren gewoon op de radio te horen. Ja, want ze hadden radio, dat gebruikten ze ook heel... direct om te indoctrineren. Ja. In Rwanda hebben ze jarenlang gedaan. We gaan even naar beelden kijken. Okay. We zien iemand die daar ook bij betrokken was. En nou ja, het is een fragment uit een documentaire die wij hier op Family 7 aanstaande zaterdag uitzenden. You used to have a kind of a patrol during the night. To look if you can find the Tutsis and some, which we called the enemies. And the authorities told us really, whenever we find the Tutsi, so either you kill him or you bring him to us. That was the authorities, from the authorities. Mm-hmm.
when we're searching and we find the Bridget's father inside the house. Tugeze hirya ahantu hizuri y'agashanga amukubita umupanga yikubita hasi ati ndamwishe mureke twigendere tuhita tuzamuka turayitaha. And when we took him and we brought him at the some place where we killed him. We zagen Dolf van de Vechten links. In het midden zat een man en dat was een zeg maar dader. En de man rechts van hem vertaalde wat hij vertelde. Hij was betrokken bij de moord op zijn buurman. Betrokken bij de moord op de kinderen van deze man. En één van dat gezin heeft het overleefd. Dat waren buren van elkaar. Ja. En dat was heel normaal, hè? Ze zaten misschien in dezelfde gemeente, dezelfde kerk. Naast elkaar. Ja. Kan. Wow. Het was heel veel. Bijna iedereen was christen. Is officieel christenen. En echt gelovige christenen. Maar toch. Ja. Want wat er op zo'n moment gebeurt, het is nauwelijks te beseffen. Mensen die, Hutus, die dachten van ik doe hier niet aan mee, die werden zo bespeeld dat ze zich gedwongen voelden om ook een zwaard op te nemen en ook te gaan vechten. Dus wat een enorme trauma's zijn er opgelopen. Ja. Maar het was niet vechten, het was gewoon afslachten, dat was het. Ja, het waren kapmissen waar gewoon mensen mee werden aan stukken gehakt. Ja, precies. En het was niet dat Hutu gewoon slechte mensen waren of zijn en dat ze gewoon geïndoctrineerd waren. Maar het was, pas op, de Tutsi zijn, ze willen de macht terugnemen en ze willen jullie afmaken. Dus laat ons hun afmaken voor ze ons afmaken. Wow. Ja, ze werden onder druk gezet. Yeah, dus het was slecht propaganda, het was disinformation. Ja. Het werkt. Ja. En als ze het niet zouden doen, dan zouden zij zelf een kopje kleiner gemaakt worden. Dus. Ja. Dus ze werden gewoon voor het blok gezet. Ja. Ze moesten wel meedoen. Ze moesten meedoen. En ze werden bang gemaakt dat de Tutsi's de macht weer zouden nemen. Die kleine groep van 10% van de bevolking, dat die weer de macht zou nemen. Ja. Want dat was ergens in 1950, de jaren 60, hadden zij de macht gekregen. Mm-hmm. Want de Belgen hadden dat zo georganiseerd, ja. Hè? Ja. Ja. Ja, klopt. En wat gek was dat Hutu, Tutsi, ze zijn in principe hetzelfde mensen. Over de decennia, weet niet hoe lang, zijn ze gewoon geïntermarried. Ja. En dus de Belgen hebben gezegd op een goede dag, als je meer dan 5 koeien hebt, dan ben je Tutsi. Als je minder dan 5 koeien hebt, ben je Hutu. Geef niet hoe je eruit ziet of van waar je komt. Dus je hebt mensen die gewoon broeren van elkaar, of familie van elkaar. Eén was Hutu, één was Tutsi. Hetzelfde paar, één had meer koeien. Ja, en dat is vervolgens ook in hun paspoorten of is vastgelegd. Was. Ja. 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 En daarmee was je gebrandmerkt of je bent een Hutu of je bent een Tutsi. Ja. Ja. Klopt er niks van. Er klopt niks van, nee. Als dat nou in zo'n land gebeurt, hè, dan is er een enorme puinhoop, alleen maar wonden, alleen maar verliezers. Ja. Hoe moet zo'n land verder? Ja. Dan komt het woord verzoening op tafel. Ja. Nou, ik vind dat een hele moeilijke. Dat ik denk van, het beste zou zijn om allebei maar een andere kant op te lopen en ergens opnieuw te beginnen, maar dat kan niet. Ze blijven bij elkaar wonen, ze blijven buren. Ja. Klein land, ze moeten. Ja. Vertel eens wat over die verzoening. Want vanuit jullie stichting ondersteunen jullie verzoeningsprojecten. Ja, klopt. Het is iets heel bijzonders, want ik denk dat alleen christenen dit kunnen aanbieden eigenlijk. Omdat het op het Bijbelse principe geënt is dat je dus vergeving kan ontvangen en ook vergeving kan geven. En we hebben dus daar mensen ontmoet, Christophe en Sylvester, die een organisatie hebben al 7-8 jaar lang, die dit dus doen. Zij organiseren het zo dat mensen uitgenodigd worden voor een workshop van 3-4 dagen. En dan moet dus de dader bij het slachtoffer zitten.
Dus je kan je voorstellen dat degene die jouw familie heeft vermoord ook in dezelfde kamer dan bij je zit. En ja, dan gaan ze door een heel proces. Want ze zeggen van, nou, verzoening, dat kan niet in één dag. Het is een proces en daar maken ze een begin mee. En ze leggen uit hoe de situatie is gekomen. En nou, trauma's, wat gebeurt er? En is gelegenheid om ja, te vergeven en vergeving te vragen. Ja, we gaan kijken naar een fragment van materiaal wat jullie hebben gefilmd, hè, daar in Rwanda. En dat gaat over zo'n verzoeningsconferentie. Afterwards, the people who were in the workshops come together again as groups to work together side by side. This happens in every village where we work. People come together and work together in the journey of forgiveness and reconciliation. Like so many Rwandans, I've been through hard times and dark places, and saw no hope for the future. But by God's grace and the help of a friend, I managed to come through. Het is best wel een confronterend model. Je zet ze bij elkaar. En ze moeten het gesprek aan. Ja. Een ander element is dat ze gaan ook samen weer aan het werk. De koe speelt daarin een centrale rol. Ja. Hoe werkt dat? Nou, nadat ze dus door een workshop zijn gegaan, worden die groepen aangemoedigd om verder te gaan als celgroepen, noemen ze dat. Dus een zo'n workshopgroep die split zich misschien op in twee groepen, kleinere groepen. En dan gaan ze samen op weg. Ze komen één keer per maand minstens samen en gaan ze over dat proces praten van verzoening. En toen Christophe hier voor het eerst was in 2009, had hij het idee om daar 50 koeien weg te geven aan een aantal mensen uit die groepen. En het idee was dan dat slachtoffer- en daderkoppel zou een koe ontvangen en die verzorgen ze dan samen. En daarna als het kalf komt, dan krijgt de dader het kalf. En wat heel bijzonder is, is als je een koe krijgt, dat is een hele hoge eer in Rwanda. En dan geeft dus het slachtoffer aan de dader koe. En dat is iets heel bijzonders. Dat is ja, omgekeerd een heel groot cadeau. Terwijl je eigenlijk, nou ja, niet direct elkaar een cadeau zou geven. Zeker tegen deze achtergrond. Nee. Ja. Dat helpt verzoenen. Ja. En voor de hele bevolking, als iemand ziet, het is net als wij echt arts vijanden waren of wat dan ook, en je geeft mij een Ferrari. Iedereen zegt, waarom heeft hij hem een Ferrari gegeven? Precies hetzelfde. Yeah. Dus dat, hetzelfde dus idee. Iedereen ziet het. Mm. Wauw, hoe kan dat? En ze zijn samen bezig met de koe. Hoe is dit mogelijk? Ja. Dus, en dat inspireert de mensen daaromheen. Iedereen heeft een verhaal. Er is geen enkele persoon zonder een heel slechte, zware verhaal. Ja. En als je dat ziet, het is mogelijk. Ja. Verzoening is mogelijk. Ja. Wauw. We kijken nog even naar koe en een kalf verhaal. Een cow helpt de family of offender en de family of the perpetrator to come together. Not only the two individuals, but also the whole families. If you mean as they meet regularly to make the cow, to feed the cow, they are building the relationship. Mm-hmm. Trust is becoming more increased. And hoe een koe kan helpen om te verzoenen. Ja. Ik kan me ook iets bij voorstellen. Je ziet, als wij samen een conflict hebben en we praten maar voortdurend, we kijken elkaar maar aan, dat is heel confronterend. Maar gaan wij samen zorg hebben voor deze pen, hè? Stel dat we hem water moesten geven, dan kunnen we ons daarop focussen. Ben je indirect met elkaar bezig. Ja. Maar toch wel samen. Ja. Belangrijk. Ja. Zien jullie al wonderen van herstel? Jazeker. Ja.
Ja. Echt, er is een koppel die als eerste een koe hebben gekregen. Dat was soort ons model. Mm-hmm. En ja, hun leven is gewoon helemaal veranderd. Want die vrouw die was echt heel erg hopeloos en had heel veel angst en zo. En na dat verzoenen en nadat ze dus die koe hebben gekregen, is hun leven gewoon compleet veranderd. Ja. En ook voor die man die het natuurlijk heeft gedaan. Want hij voelde zich verschrikkelijk daardoor. Ja. En op deze manier kunnen ze weer bouwen aan een nieuw leven in feite. Ja. Ja, en dan komen de volgende generaties. Ja. Dus er is nog een lang traject te gaan. Ja. Maar dit is een heel mooi initiatief. Ja. Zaterdagavond kunt u kijken naar de documentaire over dit verzoeningsproject in Rwanda. En ook daarvoor wordt op dit moment door Family 7 in actie geld ingezameld. Zodat er nieuwe projecten kunnen worden opgezet. Ook voor de volgende generaties. Als mensen het werk van jullie stichting willen bekijken, kunnen ze naar de website cornerstonefoundation. Cornerstonefoundation.org. En er staat nog een streepje tussen voor alle volledigheid. Cornerstone-foundation.org. Tot slot, wat is jullie gebedspunt voor de kijkers? Nou, we zijn bezig met een werkgelegenheidsproject op te zetten. Mm-hmm. En ons gebedspunt is dat het succesvol zal zijn en dat er veel jonge mensen werk zullen kunnen vinden in het project. Ja. Nou, ik heb het genoteerd en straks, tegen 11, zal ik het nog even voor u herhalen. Dit is het gastenboek en in het gastenboek staat hier een vraag. Bedacht door de gasten die hier gisteren waren. En dat waren Joop Gankema, directeur van Stichting Opwekking. Vincent Berhitu, hij vertelde gisteren zijn verhaal. Hij was ecstasyhandelaar en heeft God ontmoet in de gevangenis. En Embert Messeling van Arosha, een christelijke natuurbeweging. En ze hebben een vraag voor jullie bedacht. Ik geef het boek aan jou, Norman. Ik hoop dat je het handschrift goed kunt lezen. Even kijken. De onderste vraag is voor jullie. Maak je door je werk echt verschil? Of is het, niet meer dan, een teken van hoop? Oké. Maak je echt verschil of is het niet meer dan een teken van hoop? Ja. Ik denk dat het echt verschil maakt. Het maakt echt verschil? Ja. En hoop, dat is misschien niet zo tastbaar, maar het is wel heel wezenlijk. Het is beide. Hmm. Ja. Want het is ook een teken van hoop. Ja. Nou Peter, hoe zit dat bij jou? De uitdaging die wij hebben is altijd te kijken naar het resultaat. Ik ben eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in het spelletje. Het gaat om de knikkers. En dat is toch wel kenmerkend voor Jubilee Campaign en alle acties die we doen. Het gaat echt erom dat resultaat behaald wordt. Ja, en ik denk dat het ook goed is. Het is goed. En niet voor de symboliek. Ja, maar symboliek is absoluut ook belangrijk. Dus aan de ene kant, want eigenlijk de Bijbel is een gigantisch balans altijd tussen bidden en zeg maar de relatie van God met jou. Maar daarnaast liefhebben als jezelf is zeker net zo belangrijk. Dus die balans. En ik heb het gevoel dat het laatste vaak een beetje ondergesneeuwd wordt. Als ik bijvoorbeeld jouw tweets beoordeel, is het toch vooral God en ik. Ja. En het gaat vaak niet om de naaste en jezelf. Dus dat horizontale, dat aspect vind ik persoonlijk heel relevant. Ja. Waarbij je wel al snel geneigd bent om ook het gebed en alles wat geestelijk is, dat aspect uit beeld te laten raken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Maar het resultaat is zeker belangrijk. En J.W., kun jij iets met deze vraag? Het tweede gedeelte was of het een teken van hoop was. Was het eerste? Dat het er echt daadwerkelijk toe doet en dat er iets verandert. Ja, zeker. Ik doe er gelijk een pen achteraan. Jullie mogen ook een vraag bedenken voor de gasten van morgen. Maar de dingen die jij doet, is het een teken van hoop of zeg je van nou? In mijn werk als rapper, want zo mag ik het toch wel noemen, hè? Ja, natuurlijk. Zie je levens veranderen? Ik heb een
gelovige, ik heb iemand tot geloof zien komen door middel van een rap optreden ooit in Almere. En dat was voor mij een bevestiging dat wat ik deed wel vrucht draagt. En in de zin van hoop, er komen mensen met bemoedigende teksten op mij af. En dat geeft mij wel het gevoel dat naast het rappen over seks, drugs, geweld, dat er wel een hoop is voor iets. Mm-hmm. En mensen verlangen naar iets. En die komen met een reden natuurlijk op mijn muziek af. Als zij na één nummer nog een heel project downloaden, dan weten ze wat zij verwachten. Dus dan heb ik wel het gevoel dat ze toch wel een hoop eigenlijk najagen. Dus ja, precies. Toch wel. En dan ben je niet alleen maar hoopbrenger, maar dan het doet het toe en het heeft effect. Inderdaad. Ja. Ja. Dan mogen jullie een vraag bedenken voor de gasten van morgen. En de gasten van morgen, dat zijn René Ruitenberg. Dat is de schaatser van Geloofshelden. En Cor Verkade, hij geeft zijn politiek en maatschappelijk commentaar weer. Dus deze twee mensen mogen jullie een vraag stellen. René Ruitenberg, de schaatser. En Cor Verkade, de politiek commentator. Dus succes, jullie mogen een vergadering beleggen. Ja. Wij zijn er zo weer na de reclame. En dan ga ik met Jay Way in gesprek. Tot zo.